Oh, shit. Yeah. Preciso mas não preciso me travar. Vai, deixa me travar. Kom op, schiet erop man. Kom de chat zien. Nou ja, kom. Wat lijkt het aan? Niet te fijn, zo te zien. Ah, serieus, ziet die chat weer niet meer. Yeah.
uiteindelijk een bril heb op. Oh god. Ow. Dat is mijn stuur. Volgens mij moet ik mij eigenlijk al drie centra. Beter. Even een job pakken en dan... Maar het haalt niet uit dat een pak voor. Misschien gelijk een Scania pak of zo. Nee, oké, okay, weet je. Geen idee wat dit is. Of waar dan? Een kabel. Gewoon even mijn chat erin krijgen. Oh god, wat nou? Jee! En ik zit ook heel fucking honk hier me. Nou ja, dat ook zo'n... nee, dat moet ik wel eerst doen. Time to hit the road. Four. Nog meer dan voor? Jezus. Wauw. Wat? Oh nee. In game was dat? Oké, okay, blijkbaar zit deze vrachtwagen gewoon echt zo ver naar achteren toe dat het echt niet normaal is. Die kunnen weg, dus dat is... Oké, die zijn weg. Buurtje, lotje. Oké, okay, chat. Deze op serieus geen operatie. Yes. Jij kan dan even naar de kant. Vergeet ik hem te pinnen natuurlijk. Of hand, ik mee. Echt heel lelijk dit. Hè? Werk mee! Ding. Zo fucking lelijk. Kan ik nog niet van. Jezus Christ, kom op. Ik ga gewoon de volgende keer een keertje mee of zo'n ding. Ja, goed genoeg. Nou. Het wordt... Hopelijk. Kijk, de microfoon doet. Kijk, de microfoon doet. Dat is de beweging die achter de microfoon is.
him at all. Freaking VR. VR. Bon, c'est sûr qu'il peut y avoir une lagune. Oh, shit. Einiges veranderen. Wat ik maar ultra vind, niet helemaal leuk. Oh, serieus? Oh. Ik heb 100 gehad. Die moet uit en die moet uit. Ik ben nou niet of ik nou. Zal er zijn natuurlijk altijd als een net. Nou ja, als hij in ieder geval meer gaat stotteren, dan moet ik hem op AI zetten. Het is nog steeds even uit voor over wat dit beter. Even kijken hoor. Dat zou het beter moeten hebben gemaakt. Theoretisch. En anders. Wacht. Haal. Yes.
haal denk ik één mod eruit. Nou ja. Haal er even meer uit. Die kan blijven. Die moet uit. Die kan erin blijven. Die kan er even uit. Oké, van 26 naar 14 dus. Well, die graphics mod is best wel beefy. Continue. Kijken hoe het nu reageert. Het kan ook zo zijn dat mijn OBS ver... Nee, niet dus. Een hoog CPU, maar... Zo theoretisch gewoon. Moet lukken. En anders wordt het een hele lange test. Stream. Wat ik eigenlijk niet hoop. Dus hopelijk zegt een van jullie op een gegeven moment wel of er iets is. Als we op het moment terug aan het komen zijn naar de game. Nou, kom op. We gaan rijden. Op. Misschien een hobby laden. Jezus. Niet vastlopen. Anders loop ik niet. Duurt lang. Kijk of alles nog goed zit aan mijn bureau. Wel heel erg lang nu. Hopelijk schiet hij gewoon zo op. Ja, gewoon een geluidje.
Tenminste, dat was volle hoop dus, blijkbaar. Nou. Kom op, spel. Schiet gewoon eens een keer op. Het enige wat we nu hebben op het moment is gewoon de achtergrondmuziek. Oh, en daar gaat hij. Zo, hehe. Ibus. Zo, dus moet deze wel zo ingeladen zijn. En dat is die ook. Hopelijk is mijn beeld nu echt veel, veel. Nee, never mind. Nou, zit ik weer helemaal achterin. Oké, mijn beeld is er echt gewoon niet op vooruit gegaan. Dus dan komt het echt puur door de dan komt dat echt puur door het streamprogramma. Tenminste, gewoon puur door het streamen dus. Serieus? Echt waar. Sommige NPC's. Hier moet ik echt wat aan doen. Als ik ga het merken, dus dan merken jullie het al helemaal. Kijk, die staat uit. Ja. Die eens low set. Wat hebben we nog meer dan? Ik weet eigenlijk niet wat ik nog meer kan doen dan. Ik weet dat mirror quality gewoon. Hier eens op low zet. En anders is het echt die mirror mod wat ik heb.
Als ik gewoon stilsta, is er totaal geen probleem mee. Ik zeg puur als ik ga rijden. Dus waarschijnlijk is het echt die mirror mod dan. Met realistische mirror stuff. Ik heb geen dakraam. Wauw, echt jongen. Ja, ik heb een vermoeden dat ik dus die mirror mod weg moet halen. Dit is niet oké. Dit is echt niet oké. Dus ik haal mijn traffic density, haal ik er dan zo uit. En mijn mirror mod. En ik moet echt iets veranderen aan het stuur. Die mailmods is wel chill hoor, maar... Of het is echt... Eeuw, met je melk. Oké, 1. Het wiel even veranderen, want... Dankjewel voor de follow, Magic Mike, als ik het even goed door de glare heen zie.
Even kijken hoor, want... Waarom vibreert mijn stuur zo super erg in deze vrachtwagen? Terrain dampening, geen idee. Nee, eerst weer even twee mods eruit halen. Daar ook best heel vervelend is, want om terug in te laden duurt het heel lang. Dus dat is wel jammer. Van die tunnel bedoel je dan, Mike? Die zit al heel lang al niet meer in. Die is volgens mij 2 updates terug weggehaald. Ze hadden de garage een stukje verschoven. Oké, nog met die mods. Nou, begon met 26 mods. Load. Yes. Nee, die glitch van dat je de tunnel ingaat bij Rotterdam is echt al een tijdje weg. Ja, daar hebben we geen last meer van. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb het ook een tijdje niet gedaan. En eigenlijk heb ik het vandaag weer erbij, of erin gezet eigenlijk weer. Dus ja... Maar ik heb het wel even kijken gedaan toen het de update was geweest dat ze het eruit hadden gehaald. Dus vandaar dat ik het ook weet dat ze het eruit hebben gehaald. Ja, het was inderdaad in het begin wel vervelend inderdaad. Dat je daar niet in kon, dat je echt fucking ver moest omrijden. Hallo? Let's do this. Oh, kan het zeggen. Nee. Hier schermpje. Waarom? Verkeerde, die heb ik nodig. Nog iets. Dat is beter. Oh, die kalle gear zit hier. Oké. Okay. Dubbelen? Ja, dat is dubbelen. Get ready to turn left. Turn left. Turn right. Nou, op het moment in VR durf ik het nog niet te zeggen. Ligt eraan hoe de stream eruit ziet eigenlijk. Want op mijn beeld heb ik hele kleine mini-haperingen hier en daar. Dus ik ben benieuwd hoe het er op stream uitziet eigenlijk.
Ja, dat zie ik waarschijnlijk pas na dat ik heb gestreamd, dat ik echt kan kijken hoe of wat. Oké, je ziet ook geen dat het beeld iets langzamer gaat en dan weer verder en dan langzamer en dan verder tussendoor. Nee, ik heb er gewoon een volledige VR op zitten. Nou ja, zolang de streamer geen apering hebt, dan vind ik het al best gauw best dat ik misschien wel hele kleine shit heb. Ja, maar er zit sowieso vertraging in mijn chat. Sowieso. Tenminste, bedoel je dan de chat dat ik het pas zie of dat het op beeld verschijnt? Welke van de twee bedoel je eigenlijk? Want die het op beeld verschijnt, die is inderdaad een beetje vertraagd met uit mijn hoofd 5 seconden. Ach, kom fucking serieus. Duurt even voordat het bericht doorkomt. Ja, dan bedoel je dat het op scherm doorheen komt als je het typt, want dat kan kloppen, want daar zit een vertraging in van een paar seconden of 5. Zo, dacht ik. Of puur dat het op mijn beeld erin komt. Ja, nee, dat kan kloppen inderdaad. Daar heb ik inderdaad een delay op zitten. Dat zou ik eigenlijk wel weer terug kunnen zetten, want ik had het ooit een keertje voor iets specifiek gedaan en eigenlijk altijd vergeten om weer eruit te zetten. Nou, dat zou ik dan eigenlijk gewoon weer een keertje terug moeten zetten dan, denk ik. Als ik het niet vergeet. Puur als ik het niet vergeet. Nou, ja, zoals je ziet, Promos doet het gewoon weer goed. Ook vooral met die tunnels. Ja, even mijn bril goed zetten, want die zit net niet lekker omhoog.
Maar hoe lang rij jij al een Eurotruck? Of American Truck, een van de twee. We moeten even kijken welke moes. Waarschijnlijk moet dat mod zijn. Ik wel of niet kan gebruiken. Hoe bedoel je dat precies? Met welke mod je wel of niet kan gebruiken? Want in principe als er gewoon 1.39 achter staat. Of bij staat. Kun je ze in principe gewoon gebruiken. Alleen ja, het is altijd een gok of ze met elkaar werken. Maar dat is gewoon uittesten natuurlijk. Veel truck simmels sinds 18 wheels of steel. Ah, ook al zo'n veteraan. Ik speel het ook al vanaf aardig dat moment. Ja, het is in ieder geval een heel stuk vooruit gegaan in de tijd. Gelukkig. Ja, dan zijn ze gewoon niet te gebruiken in combinatie met ProMods. Dat is eigenlijk het enige... Ja, dat je echt gewoon uit moet testen. Nou, net ook. Zeg maar, ik had er dan wel mods in staan die wel gewoon werken met ProMods. Maar met mijn VR-bril, het voor mij schokkerig of traag maken. Zeg maar, dus dan, ja, dan weet je gewoon, dan moet ik gewoon weer wat uithalen. En als je gewoon toevallig weet welke je erin hebt gezet. Of erbij heb gezet, dan weet je gewoon dat die het veroorzaken. Dus officieel, om het echt goed uit te zoeken, zou je er echt één voor één erbij moeten inzetten en gewoon kijken of die crasht of niet. Dat is tenminste hoe ik het altijd doe. Als ik crashes heb. Dus dat is ja eigenlijk niet wat je van tevoren echt kan weten welke mods met welke mods kunnen officieel. Dat is echt testen en uitvinden en testen en uitvinden. Want begin van de stream dat ik aan ook begon ik met officieel 26 mods. En ik zit nu nog maar met 10 mods eigenlijk, dus... Dus zo zie je maar weer wat een verschil kan maken, zeg maar. Jazeker, dat
wil alleen binnenkort weer een stuur hebben, liefst met een H-shifter. Dat is op het moment, je kan het niet zien, maar dat is momenteel wat ik gebruik. Ik gebruik gewoon een Logitech G29 met een H-shifter. En pedalen natuurlijk. Alleen voor mijn stuur heb ik en een maat van mij een hub bedacht en gemaakt. Zodat we dan onze sturen kunnen verwisselen, zeg maar. Dus ik rijd nu letterlijk met mijn oude auto deep dish stuur. Dus gewoon letterlijk dezelfde grote stuur als gewoon normale auto's. En dat is zo heerlijk. Dat ik dat gewoon kan wisselen wanneer ik dat wil. Maar het is wel veel, veel lekkerder rijden hoor, met een goede stuur. Helemaal ver in de toekomst wil ik wel echt gaan voor een direct drive van Fantech om te gaan rijden. Met een hele rik erbij eigenlijk. Maar ja, dat zal nog een tijdje duren voordat ik dat heb. Ja, ik gebruikte voorheen altijd dat stuurtje wat er al erbij kwam natuurlijk. En wanneer was het? Zaterdag. Zaterdag dacht ik bij mij, toen we convoy gingen rijden, zo'n weeën. Ik pak gewoon mijn normale echte stuur erbij. En dat werkte perfect. Want mijn zichtveld, zeg maar, qua stuur van in de truck is letterlijk dezelfde positie als mijn echte stuur. Dus dat was wel echt onwijs heerlijk. Ja, het hoort erbij, hè, dat alles geld kost. Maar ja, als je het eenmaal hebt, is het wel lekker. Nou ja, je moet er een beetje voor sparen, voor een hele goede spul. Ik merk. Remmer. Merk alleen bij binnenkomen van de stad dat ik wel een paar schokken krijg. Op mijn beeld in ieder geval.
Oké, gewoon naar rechts toe dus. Nou ja, ik had niet echt veel keuze uit te zien. Ik moet wel rechts blijven. Ja. Gewoon te hard gestuurd of is er iets in, van tevoren gekomen? In NP, gebeurt het best vaak, moet ik zeggen. Nou moet ik zeggen dat er mij echt niet echt veel gebeurt, zomaar buiten multiplayer om. Maar Scania's kunnen erg gevoelig voor zijn inderdaad. Nee, ging inhalen bij een afslaande vrachtwagen bij een stoplicht. Is ook niet zo slim om dat te doen, hè? Want dan weet je dat je gewoon eventueel over de kop kan gaan. Dat is een risico wat je neemt op dat moment. Nou ja, officieel ben je dan langzamer hè, als je over de kop heen gaat. Dus dan kun je eigenlijk officieel beter wachten. Dan dat je doorrijdt eigenlijk. Ik zag volgens mij net een bus ergens. Oh, we zijn er alweer bijna. Stop maar! Dus wat heb je ervan geleerd? Gewoon de volgende keer nog een keer doen waarschijnlijk.
kijken, want volgens mij moet ik de volgende erop. Terry. Zo, busje. Jezus. Keep right and then turn right. Nee, een lange aanhang, hè, dus. Finally we are here. Oh, dubbel. Turn right. En nog rechts, joh. Om een operatie. Serieus? Ik ben blij dat ik gewoon niet met mijn eigen waarde aan ik weer weg moet. Want die heb ik nog niet. Ik ben weer helemaal overnieuw begonnen. Oh, ik heb een halve beeld in beeld. Waarom heb ik dat? Op beeld had ik nodig. Notre Dame. Gevaarlijke stoffen. Geld heb ik. Nou, ik ben nog steeds arm. Altijd de struggle dat je begint. Waarom weer vanuit Rotterdam? Vooruit dan maar, denk ik. Ja, nou ja, doe dat maar weer. Ik zal denk ik ook wel even duren voor ik mijn geval. Oh god. Moet ik echt serieus elke vrachtwagen opnieuw instellen? Dat is wel echt... shit. Om dat te doen. Let's go. Deze vrachtwagen is zo... Ah, het wordt geen operatie. Jee. Ja, moet je wel starten. Weer een... Weer een dubbel aanhangen? Ja. Serieus. Get ready to turn left. Turn left, and then turn left. Deze vrachtwagen ga ik echt niet meer kiezen dus. Scheid van gewoon, echt hoor. Turn right. Ja, nou ja, het eigen truck kopen, daar heb ik het geld nog niet voor. Dus dat is wel echt jammer. Dat had ik echt zeker zo mijn eigen vrachtwagen gekocht. Dat hoefde ik niet elke keer in te stellen. Niet zo'n afschuwelijke vrachtwagen hoeven te rijden. Zoals dit.
Ja, ik moet dadelijk gewoon, als ik een lening kan lenen, gelijk een lening nemen. Vrachtwagen kopen. Nou ja, in principe het instellen, het is gewoon zo ver mogelijk naar voren zitten. In dit. En dan zit je alsnog heel ver naar achteren. Turn right. Blijkt. Wat bedoel je, heb je een mod voor? Nou, het sneller geld verdienen. Dat is toch niet meer leuk. Nou, ik wil altijd het liefst alles zo legit mogelijk doen. Dus nooit geldmod erin of weet ik wat. Er zijn mijn mod test account. Nou, daar wil ik natuurlijk gewoon een geldmod mee in zitten, omdat ik daar gewoon alles uit test. Nee, ik vind dat vooral de, zeg maar, de funde vanaf gaat dan op dat moment, als je heel snel alles hebt verdiend. Nou ja, veel geld en sneller XP, dat vind ik allebei echt gewoon, haalt gewoon echt de funde vanaf. Alleen, wat ik wel jammer vind, is dat je eigenlijk niet begint met een startkapitaal. Dat is het enige wat ik jammer vind. Maar ja, aan de ene kant ook logisch dat het niet zo is. Want je begint natuurlijk gewoon als werknemer. En permanent kan je natuurlijk opbouwen naar werkgever. Alleen echt jammer genoeg heb ik deze truck uitgekozen. Ja, lenen kost inderdaad ook geld. Maar ja, om even onderbij 130.000 bij elkaar te rijden voordat ik een truck kan kopen, is ook weer zoiets, zeg maar. Ik wil echt gewoon niet vaker in deze vrachtwagen rijden. Feit is ook dat hij totaal geen schermpje heeft voor zijn navigatie. Wat ik wel lekker vind. En ik heb gewoon gladuit gewoon een hekel aan Renault.
Ik ga nog een keertje een freaking zon in mijn poren ook nog. En gewoon het geluid van die Renault is gewoon echt bagger. Klinkt nergens naar. Nou ja, ik heb nu weinig keus. Nou ja, als ik veel geld wil krijgen, dan moet ik wel het hoogste bedrag pakken. Normaal gesproken rijd ik als hoofdvrachtwagen 9 van 10 keer naar Scania. Maar ik rijd soms ook nog wel eens in een Mercedes en een Volvo. Maar dan houdt het ook echt verder op. Oh, ik krijg nou een jeuk aan mijn ogen en dat is heel vervelend. Vooral als je een bril op hebt. Nou, hopelijk ga ik de goede kant op. Zullen we niet rijden om? Lekkere bochtjes in de map. Nou, ik vind dit geluid van deze echt gewoon bagger. Wat ik zeg, de Scania, de Volvo en die Mercedes, die klinken tenminste ook nog een beetje. Dit is echt gewoon gladuit, gewoon ranzig. Het geluid. En het ziet er goedkoop uit. Met al de plastic shit. Nou ja, misschien in deze stream dat ik mijn vrachtwagen heb. Maar. Ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Ik weet niet eens hoe lang ik al aan het rijden ben eigenlijk. Dat is ook een heel groot raadsel voor mij op het moment. Wel een mooi luchtje achterin. Passen met je bus, joh. Oh, ik wil niet remmen. Ik moet wel remmen.
Oké, heel spontaan de lamp in één keer aangaan. Het is een lekker heuveltje. Maar zo, ik ben het hier wel weer voorbij komen op Facebook of hier als je multiplayer doet, kunnen we ook een keertje samen spelen. Is goed, Mike. Is geen probleem. En slaap lekker. Ik weet eigenlijk niet eens hoe laat het is. Helemaal het echt erger ervan. Nog een keer rechts, oké. Keep left. Okay. Ah, serious. Daarheen gemotten. En dat krijg je als je geen GPS-beeld hebt. Shit, mijn ene oog gaat wazig worden nu. Vanavond, thanks. Half tien pas, maar afgelopen nacht. Ah, oké. Okay. Nou ja, in ieder geval weet ik dat het half tien pas is. Als je in de VR zit, heb je niet echt de tijd meer door, zeg maar. Maar dankjewel voor het vertellen hoe laat het is, dus slaap lekker. En hopelijk tot de volgende keer. En het was gezellig dat je even rondhing. Alsjeblieft groen. Dan niet weer stoppen. Ah, kom. Serieus. Waarom wilt hij gewoon geen gas meer geven? Serieus, hij is gewoon gestald. Ja.
Nou, zo. Diep. Oké, links. Oké. Hoe lucky. Nou, mijn stuur trilt zo door het wegdek, joh. Ik ga niet zeggen dat ik naar huis moet, Oeh, gelukkig. Nou, snel mag hier, want volgens mij ruik ik echt best hard. Ja. Nou ja, laten we zitten, ik ga wel 90. Ik ben heel veel tijd kwijt en kilometers kwijt.
politie. Oh, my odd eye itch now. Van de rechts dan. Normaal gesproken werkte dat. By the way, dat vind ik wel heel knap dat de bovenste spiegel de achterkant van het trailer kan zien zonder mijn vrachtwagen. Koop. Weer een beeldje. Speed. Oh. Mop. Al op mijn snelheid. En daar zijn we dan. Volgende heuvel, kom maar op. Goeie auto. Freaking Schiphol wel zo. Ja, dat is het niet natuurlijk, want er staat er gewoon uit voor.
Oeh, leuke fikkie man. Dus komt de buschauffeur. Hi. Huh. Oh, minuut, pas op. Ik vind een logootje van het spel zelf. Kom mijn appels op, joh. Oh, best saai zo. Geen eigen vrachtwagen. Oh. Ik zou hem gewoon niet weten welke stad dat zou zijn. Ook niet echt opgelet. Oh. Toen weer Frankfurt, Hamburg, Nürnberg. Nog steeds geen idee wat voor stad dat is. Keep right, exit right. Key. Meer ruimte, joh. Ja, toch wel weer. Het ziet er ook gelijk 10 keer beter uit in VR, dus vandaar. Nou, ben ik wel benieuwd hoe het is voor jullie. Eigenlijk. Normaal had hij gezegd rechts, dus ik ga gewoon rechts. Never mind. I'll find a new route. Niet rechts dus. Keep right, and then turn right. Wat? TPS. Right. Hoort hem niet meer. Oh fuck, dat is... Waar de fuck moet ik heen dan? Oh, verkeerd knopje. Oh shit. Get ready to turn. Nou, dus ik ben gewoon weer een nieuwe save begonnen. Puur single player. Even kijken. Ja, al best. Wacht even. Toch een probleem, maar. Al best. Maar betaald. Nee, gewoon die. 7 files gewoon gedownload. Plus. Tenminste, 6 files. Plus die dev file. Gewoon los gedaan. Donker. Ja, maar op, gewoon donker qua donker beeld of gewoon donker omdat de game nu nacht is. Nu zie je ook een klein verschil weer natuurlijk. Here we are, safe and sound.
Jai, level 2. Om een gevaarlijke stoffen. Ik ga trainen bij de bank. Ik wil echt niet meer. Kom ik nog steeds tekort. Volgend, hoe duur? Is nou de goedkoopste? Ja, zal best beter uitzien. Hij staat vrij donker, maar dat kan ook de nacht zijn. Ik weet niet. Ben ik nou echt zo fucking kippig of zie ik helemaal geen prijs meer? Ah, 117. Oeh, dat is dan. Dat is een R. Nee, ik ben normaal. En dan neem ik. Dan kan ik eindelijk mijn eigen vrachtwagen nu hebben. Bang. Plus 100. Ja. Moet je mail met je e-mails. Terugkopen. Yes. Kijk nou ook weer. Air. Kan ik niet. Een retard. Geen geld voor. Er geld voor. Zeventien. Oh, daar heb ik ook geen geld voor. Dat zou wel kunnen. Gewoon nog een rood of blauw. Of lichtblauw. Ik denk voor die lichtblauw. Ik ben nog geen geld, maar goed. Oh ja. Maar die kan ik erbij nemen. En dan ben ik weer fucking arm. Hopelijk is dan nu het dag dat je kan zien of het dan nog steeds te donker is of niet. Maar ja, anders moet ik even rusten. Dat het dag is. Ik reed natuurlijk nu gewoon echt midden in de nacht. Daar is het deskje. Oké, hoe ziet het er nu uit? Nog steeds best donker of... Waarom zit ik weer zo laag? Keerknopje. Even keerknopje. Ik heb het gevoel dat ik niet echt recht zit. Voor mij zit ik niet recht. Dat is F12. Nee, ik zit er niet recht voor. The fuck?
Ja, dus dan is het echt puur de nacht geweest. Waarom heb ik echt gewoon het gevoel dat ik niet recht voor zit? Stuur, houd je mond. Nou, nee, zal wel. Oké, joppie. Vaak, wat dan? Let's go. Ha, is dat kleine schip niet te werken? Even kijken hoor. Jep, ziet er nu al goed uit. Als Sonja een beetje kan rijden, ga ik ook hier hoor. Top. Nou, alleen moeten we bij jou alleen even die shit even veranderen, zo mijn voor VR. Alleen je moet nog steeds even die geluidsmod even sturen naar me. By the way. Ook in drempels. Waarom is dit altijd zo'n freaking knooppuntje? Maar echt... What the fuck gaat die doen dan? Maar ProMod ziet er echt zoveel beter uit in VR, echt niet normaal. Heb ik niet. Dat ook niet. Is goed. Morgen even sturen, ja. Of waarschijnlijk volgende week worden of zo, maar is goed man, slaap ze. Shit, ik zag al hier waarschijnlijk nog wel 10 minuten stilstaan of zo, als het aan het verkeer ligt.
Ga toch rijden of zo. Kijk net in de wel van die domme Nederlanders. Ja, natuurlijk. Nee. Nee. Ik ga niet nog fucking langer wachten. Aha, lul. Zelf onthouden dan. Nou, dat zal er waarschijnlijk nou niet meer zijn om de commentaar erop te geven. Hopelijk onthoud ik het morgen om het te zeggen tegen hem. Want dan heb ik een V8 open pijp sound mod voor de Scania's. Oh, niet deze. Eerlijk zeggen, ik heb nog nooit wat aan deze kant opgehaald. Maar dat is snel, boompie. Jezus. Aan de ene kant logisch dat ik die om moet halen. Oké, ik wil even kijken of ik... Waar zat die? Oké. Want dan komt het meer uit de boxen.
Ja, ik heb tenminste nu maar erg wel warm. Het zal waarschijnlijk ook de laatste levering zijn die ik voor vandaag ga doen. Ik moet zeggen dat VR is best vermoeiend. Stemmetje is wel heel zacht. Oké, hun stem moet er echt nu wel omhoog. Omhoog. Niet echt veel harder.
Left.
Even here is my mic mute. Oh shit. Nou ja, nog geen idee dus. Dankjewel voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer.